Ik ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. Sportdag. Vandaag is het sportdag op school. Peppa en al haar vriendjes doen mee. Het eerste onderdeel is hardlopen. De kinderen moeten zo hard mogelijk rennen. Ik denk dat ik ga winnen, want ik kan heel hard rennen. Ik ben sneller dan jij. Klaar voor de start. Ik ren wel 100 kilometer per uur. Ik ren wel 1 miljoen kilometer per uur. Peppa, Suzy, stop met kletsen en ren. Kelly Konijn gaat aan de leiding. Konijn, Peppa en Suzy lopen helemaal achteraan. Zet hem op, Sorry, Kelly. Kelly Konijn heeft gewonnen. En Peppa en Suzy zijn de laatste. De winnaar van de wedstrijd is onze Kelly Konijn. Hoera! Dank u wel. Ik had vast gewonnen als jij niet tegen me had staan praten, Suzy. Kom, kom, Peppa. Onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar om het meedoen. Ja, papa. Het volgende onderdeel is het verspringen. George en Karel kijken wie het verste kan springen. George, ren zo hard als je kan en spring zo ver als je kan. George, klaar voor de start. Af. George sprong zo ver als hij kon. En nu is Karel Konijn aan de beurt. Als Karel geen aanloop neemt, zal hij niet zo ver springen. Karel, klaar voor de start. Af. Karel heeft verder gesprongen dan George. En de winnaar is Karel Konijn. Hoera! George, onthoud maar dat het niet om het winnen gaat, maar wel om het meedoen. De volgende wedstrijd is de estafette. Elk kind mag een ouder uitzoeken om mee hard te lopen. Peppa, kies mij, kies mij. Maar papa, jij bent niet zo goed in hardlopen. Als klein biggetje was ik er heel goed in. Maar nu heb je een dikke buik. Ik kan nog steeds bij mijn tenen, hoor. Bijna. Oké, papa. Maar je moet wel heel erg hard gaan. De papa's en mama's lopen het eerste deel van de wedstrijd en geven dan de stokjes door aan de kinderen. Mama's en papa's. Klaar voor de start. Op! Oh. Oh. Ja, papa Pig gaat aan kop. Helemaal papa! Dank je, papa. Dat heb je goed gedaan. Nu ben ik aan de beurt om te... Peppa, stop met kletsen en ren. Miauw. Nee. Succes, je bent bijna. En de winnaar is Olivia Olifant. Hoera! Oh, papa. Ik heb nog niet eens 1 prijs. Rustig maar, Peppa. Er komt nog een onderdeel. En dan nu het laatste onderdeel van vandaag. We gaan touwtrekken. Meisjes tegen de jongens. En als ik afzeg, moet je zo hard als je kunt aan het touw trekken. De meisjes gaan winnen. Nee, mooi niet. De jongens gaan winnen. Klaar voor de starten. Af. Kom op, jongens. Kom op, trekken. Het voor de meisjes. Trekken. Dat doe ik dan, Peppa. Ze trekken allemaal op hun hardst. En daardoor breekt de touw. Wow. En de uitslag is gelijkspel. Dus allemaal gewonnen! Hoera! Ik ben dol op schoolsportdag. En vooral als ik de prijs win. Papa wordt fit. En 1 en 2. Mama Big kijkt naar een fitnessprogramma op televisie. En hou vol heel goed.
goed. En dan nu buig en strek en buig en strek. Ik hou van tv kijken. Wat is dit, mama Big? Een programma met oefeningen waar je fit van blijft. Gelukkig heb ik die oefeningen niet nodig. Ik ben van nature fit. Je ziet er anders niet fit uit, papa. Je buik is wel erg groot. Ik ben heel erg fit. Let maar eens op. Wat zal ik eerst doen? Raak je tenen aan. Kijk zo. Makkie. Papa, dan moet je nu niet gaan doen alsof het je niet lukt. Maar ik doe niet alsof, Peppa. Papa Big kan echt zijn tenen niet aanraken. Nou, papa. Dat is niet zo best. Misschien moet ik toch wat oefeningen doen. Ja, papa. Dan begin ik morgen. Papa Big, je gaat niet morgen pas beginnen, nu. Oh? Geen zorgen, papa. Ik zal je helpen. Oh, oké. Peppa, zeg maar wat ik moet doen. Jij bent de baas. Wat doen we eerst? Eerst ga je je opdrukken. Makkie. 1, 2. Zo. Heel goed, papa. Nu moet je doorgaan tot... 100. Tot 100? Ja. Kom, kinderen. Help me even met de lunch. Ik help ook wel mee. Nee, papa. Jij moet je eerst nog 100 keer opdrukken. Oh. 1. 2. Mama Big, Peppa en George maken in de keuken de lunch klaar, terwijl papa Big bezig is met opdrukken. Papa doet erg zijn best. 9, 10. Ja, 11, ik hoop niet dat hij zich 12, te veel inspant. Ik ga wel kijken. 13, 14, 15, 16, 17. Papa Big, je speelt vals. Je hoort je op te drukken. Oh. Er was iets interessants op televisie. Stoute papa. Misschien boekt papa meer succes met mijn oude home trainer. Aha, dat lijkt me leuk. Zo kan ik gaan fietsen en tv kijken tegelijkertijd. Het is onmogelijk. Die fiets maakt te veel herrie. Zo hoor ik de tv niet. Maar je wou toch zo graag fit worden? Wacht eens, je mag mijn fiets gebruiken. Ja. En dan krijg je meteen ook frisse lucht. Papa Big gaat op Peppa's kleine fiets rijden. Papa, dit zijn de trappers. Dit is de rem. En dit is de bel. Ja. Dank je, Peppa. Ik weet het. Tot ziens. Makkelijk als wat. Fit worden is hard werken. Nu word ik fit zonder te hoeven trappen. Papa Big gaat erg snel. Wow, misschien moet ik wat minder snel. De remmen zijn niet goed genoeg. Help! Papa Big is al heel lang weg. Mama, waar zou papa zijn? Maak je geen zorgen, Peppa. Papa heeft het vast erg naar zijn zin als hij zo lang weg blijft. Papa! Waar bleef je toch? Ik was op de fiets de heuvel afgereden en toen moest ik weer helemaal naar boven klimmen. Oh, arme papa Big. Ach, ik heb tenminste wat oefeningen gedaan. Ja, voor vandaag. Hoe bedoel je dat? Je zult morgen weer oefening moeten doen. Wat? Papa, om fit te worden moet je blijven bewegen. Elke dag. Oh, nee. Maar geen zorgen, papa. Ik zal er wel op letten. Ja, daar was ik al bang voor. Spelen met de bal. Peppa en George gaan in de tuin spelen met hun bal. Joepie! George gooit de bal in de lucht, zo hoog als hij kan, en hij vangt hem. Dat kan ik ook! Kijk! Whee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. Dit is een stom spel, zeg! Daar komt Peppa's beste vriendin, Suzie Schaap, aan. Suzie heeft 2 tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa.
klassen. Ja, dat klinkt leuk. Komt-ie, Suzy. Oh. Suzy heeft de bal gemist. Oh. Nu heeft Peppa de bal gemist. Peppa en Suzy zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. Oh, sorry George. Je kan niet mee tennissen. We hebben maar 2 tennisrackets. Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt-ie, Suzy. Oh, gemist. Ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henkie Hond, Pedro Pony, Kaatje Kat, Kelly Konijn en Karel Konijn. Hallo allemaal! Hallo! Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Oh. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, ja, voetballen! Jongens tegen de meisjes. Elk team heeft een keeper nodig. Ik! Pedro Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af. Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt! Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Aww. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg! Thank you.